Zo, welkom terug. We zijn in Amsterdam en ik ga met mijn collega e-coaches op bezoek bij een Steve Jobs school hier achter mij. In hartje Amsterdam. En we gaan eens even kijken wat we van zo'n mooie school kunnen leren. Maar we moeten hem eerst kunnen vinden. Speel ik het hier in Amsterdam? Nee, je mag niet zo naar binnen. De binnenkomst was al heel spannend. Een gebouw waar van alles zit, hè? Een buurtcentrum, een crash, een school. En als je binnenkomt zie je de kinderen al met hun iPad rondleuren. Dus absoluut een leuke binnenkomst. Ik loop hier zo door die school heen. Nee, dit is dan een instructielokaal. Het ziet er wel anders uit dan we gewend zijn. Niet meer allemaal aan je eigen tafeltje, maar meer lounge ruimtes met z'n allen. Hartstikke leuk. Oh, het fris. Het is nu pauze. Overal lopen leerlingen rond. Ja, de 10 beloften. Het is belangrijk dat iedere school, iedere Steve Jobs al houdt zich aan de 10 beloften. We lopen nog steeds door het gebouw. Twee verdiepingen in hartje Amsterdam. Het is nu pauze en er lopen leerlingen overal rond. Heel gezellig. En omdat het nu pauze is, maken we de lessensituatie zelf niet mee. Maar dat komt nog een andere keer. Maar we hebben in ieder geval een goed beeld over hoe zo'n school eruit ziet en wat de sfeer is op een Steve Jobs school. Op bezoek uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ze komen van heinde en ver om dit concept te onderzoeken. Het is dan ook echt een fantastisch concept wat mij betreft. Ja, dat was hem.